Oh, ik zou er zo wel in willen. Ik heb zo lang gewacht, hè. Het buitenbad van de Kromme Nijen in Krommenie gaat volgende week open. Bezoekers die slechter been zijn, kunnen dan niet zelfstandig het water in. En toen werd ik 91, ging het bad dicht. Toen dacht ik, oh, dat duurt 2-3 jaar. Wat erg, dan kan ik niet zwemmen. Als ik het behaal. En nou heb ik het gehaald. Ik word 94 met augustus. En nou kan ik er niet in, omdat er niet eens een luie trap is. Ouderen durven niet van de rechte trap het zwembad in uit angst zich te schaven of te vallen. Zij willen een trap die langzaam afloopt en in het zwembad gehangen kan worden. Maar dat vindt de Kromme Nijen te gevaarlijk. Dat kinderen eronder gaan zitten of tussen de treden door willen zwemmen of wat dan ook en dan bekneld kunnen raken. Ja, met niet al te prettige gevolgen. Het zwembad heeft wel een lift om mensen te water te laten. Dan moet ik bijvoorbeeld even naar de wc. Moet je weer iemand vragen, wil je me even uit het water tillen? En als er een trap is, dan loop ik er zelf uit en ik ga naar de wc. Als je nou het zelfstandig nog kan doen, waarom moet je dan in zo'n liftje zitten? Ik zie dat helemaal niet zitten, hoor. Komt er zo'n luie trap? Ik verwacht het wel, alleen zal die zeker niet voor opening zijn volgende week. Nog even geduld hebben? Even geduld hebben en wij moeten ook gaan in de praktijk kijken hoe dingen gaan lopen.